Je kent de procedure. Een poosje geleden ontving ik deze uitnodiging van de gemeente Beemster om op vrijdag 29 april aanwezig te zijn bij de uitreiking van een lintje. Aanvankelijk was het niet duidelijk wie het lintje zou krijgen, maar inmiddels weten wij beter. We gaan op weg. Op weg naar het stadhuis. En Ria weet nog niet wat er te wachten staat. Is nu compleet. U ook hartelijk welkom. Ik ga het woord heel graag geven aan onze burgemeester, want die gaat nu over tot het officiële gedeelte van deze bijeenkomst. Burgemeester. Wordt meteen angstig stil. Terwijl het toch een vrolijke bijeenkomst is. Ik zou zeggen, als ik klaar ben met een te decoreren persoon, even een flink applaus, hoera geroep en zo, want we gaan het heel erg gezellig maken. Goedemorgen dames en heren, hartelijk welkom op deze speciale bijeenkomst ter gelegenheid van de jaarlijkse uitreiking van koninklijke onderscheidingen. Een speciaal welkom voor oud-gedecoreerden van Beemster, de erepenninghouders, familie, vrienden en kennissen van de decorandussen van vandaag en alle overige genodigden. Als het goed is, kunt u ook de erepenninghouders die hier vandaag aanwezig zijn herkennen aan de draagspeld, want ook bij die onderscheiding is er een draagspeld. Wij noemen deze bijzondere bijeenkomst in huis ook wel de AG. Ofwel in officiële termen de algemene gelegenheid. Op deze dag, de dag voorafgaand aan Koninginnedag, worden de onderscheidingen uitgereikt aan al die personen die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Op allerlei gebied. Na de voordracht gaat een intensieve en lange procedure van start, want een koninklijke onderscheiding krijg je niet zomaar. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Waar moet een ontvanger van een koninklijke onderscheiding aan voldoen? Kort samengevat dient de te decoreren persoon te worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen, anderen heeft gestimuleerd en kan worden gekwalificeerd als iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Het kapittel let daarbij op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van de activiteit. De procedure wordt, als het goed is, afgesloten met een koninklijk besluit tot benoeming. En mag ik daarbij behorende versierselen aan u uitreiken. Wat mij betreft een van de mooie facetten van het ambt van burgemeester. Het is een grote eer, en dat weet ik uit eigen ervaring, om een koninklijke onderscheiding te mogen ontvangen. Maar het mogen uitreiken van de onderscheiding is misschien nog wel een grotere eer. En ook dat
weet ik inmiddels uit ervaring. Maar liefst 5 beenstellingen heb ik vanochtend persoonlijk overvallen. Met de koninklijke bus zijn 4 gedecoreerden van huis opgehaald. De laatste passagier werd opgehaald bij de Lourdesschool. En waarom zal u straks duidelijk zijn. Tijdens deze ophaalsessie heb ik dan ruimschoots de gelegenheid wat nader kennis te maken, of opnieuw kennis te maken, met de slachtoffers. En we hebben inmiddels met elkaar afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Dat u dat maar even weet. Dan ga ik nu over tot de officiële uitreiking. Vandaag, zoals gezegd, mag ik 5 onderscheidingen uitreiken. Ik heb besloten dat ik de alfabetische volgorde bij uitreiken aanhoud. Dat betekent dus dat ik mevrouw Joke Akkerman wil vragen naar voren te komen. Er ligt daar een 2-euro stuk. Als we daar ook wel gaan staan, dan kunt u voor de regisseur mooi in beeld. Mevrouw Ria Roet, Smit. Ria, wil je naar voren school bezochten in 1978, heb je je tot de dag van vandaag ingezet voor deze school. Zo was je onder andere lid van de ouderraad, coördineer je de overblijf en hielp je mee met het jubileumfeest in verband met het 100-jarig bestaan van de school. Inmiddels zitten ook je kleinkinderen op de Lourdesschool en ben je doorlopend betrokken bij allerlei activiteiten. Daarnaast was je gedurende deze periode bestuurlijk actief voor het vrouwengilde, thans Vrouwen Samen Verder. Ook op sportgebied heb je je steentje bijgedragen. Nou ja, zeg maar gerust steen bijgedragen. Vanaf 1984 heb je je ingezet voor de handbalvereniging Breakout 84, het latere SV Beemster. Ook hier vervulde je bestuurlijke functies. Had je zitting in de evenementencommissie, was je wedstrijdsecretaris, hielp je mee met de bouw van de kantine en draai je vele kantinediensten. Bij de voetbalvereniging WBSV vervulde je een bestuursfunctie en was wedstrijdsecretaris bij de jeugd. En tenslotte ben je al 24 jaar lang collectant voor de Reuma Stichting. Kortom, je bent een vrijwilliger, puur zang, maar bovenal, en dat heb ik van iemand die heel dichtbij staat, een topmoeder en oma, die altijd voor haar kinderen en kleinkinderen klaarstaat. Volgens Jaap, jouw echtgenoot, heb jij een lintje verdiend. Nou, dat vindt hij niet alleen. Daarom sta je hier vandaag. Haar Majesteit de Koningin heeft jou voor al je verdiensten
benoemd bij koninklijk besluit van 6 januari 2011, nummer 1116, tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik wil je heel graag de versierselen opspelden onder een daverend applaus. Ja.
help je. Dat ze op Els leek. Oh, ja. Zij heeft van die bolle wangen. Dat heeft Els al.